14 op plaats 7. Nou, als dat goed gaat, dan hoop ik dat van harte. Eens kijken, is het wel, niet wel. Ja, gaat de gele vlag gaat uit. Gele vlag gaat uit. Groen wordt daarna gezwaaid. Staat er wel of geen één naast? Nou, ik hoop het niet. Ik kan het niet direct zien. En, we zullen het zien of Polman of Koen of nou, wie er dan ook mee in het rijtje gaat naar voren. Want als je... Er zitten natuurlijk hele slimme baasjes tussen, hè? Hoe klein en hoe jong ze ook zijn. Het zijn ook de snelste mannetjes van Albert Heijn altijd met de karretjes. Maar we gaan het zien. Is het Polman? Nee, het is Koen. Het is Koen die op zit. Rick Koen, snelste tijd ook. Dani van Dijk, dan Polman met Koonen. Koen Doorn op 5. Dan Dion Frank met Roderick Pikker op 7. Hij kwam van 7, nog steeds op 7. Maar we zijn er nog zeker lang niet. Sam van Til, mooi. Op een 8e plek, maar staat er maar een 90. Komt van 12 af. Heeft hij gelijk. 4 plaatsen is hij opgeschoven. Wie is er nog meer echt danig opgeschoven? Waar je van kan zeggen, van, ja, dat is wel wat. Nou, daar kunnen we ook wel over hebben. Jeffrey Fixen. Van een 15e, van een 20e naar een 15e plaats. We hebben het dan ook over Marijn Steen. Van 18 naar 11. Het is Koen, Polman, Van Dijk, Doorn, 4 hè. 4e plek, Jord Koonen achter zich, Dion Frank. Zijn ook wel snelle mannen hoor. Koonen, Frank, Pikker, Van Til. Ja, behoren toch ook tot, niet tot de langzaamste van het veld. Maar Koen heeft de leiding genomen. En hij heeft een tijd neergezet van 54-535. Justin Polman zet een tijd neer, 54-322. Is op dit moment de snelste. Hij is op dit moment de snelste man. Rick Koen niet, Justin Polman op 2. Daar zijn ze, alle 3 bij elkaar. Dan is het, de volgende groep wordt aangevoerd door Koen Doorn. Koen Doorn, de Micromax rookie ook. Wat draait hij hier? 54-8. Justin Polman, 53-8. Dan zien we 54-8, 55. Valt wat terug. En Jord Koonen met Dion Frank en Roderick Pikker vlak achter hem. Achter het setje, de nummer 95, 37 en 14. Dat zijn degenen die achter Doorn aan zitten. En ook Sam van Til met staat er wel 90 zit daarbij. Rick Koen met Polman en Dani van Dijk. Voorsprong, 3/10 seconde voor Rick Koen. Voor Rick Koen, exclusief cars en KK Motorsport. De man voor Liquid Rubber, dat is Justin Polman. De sponsor van vandaag, HP. G. Hotel uit Aken. Het is, ja, het is mooi om te zien. Hij weet ze ook achter zich te houden, Koen Doorn. Voorlopig in ieder geval is hij de man op de 4e plaats. Met Rick Koen op 1, Justin Polman op 2 en Dani van Dijk op een 3e plek. En Koen op een 4e. Koonen op een 5 met Dion Frank. Roderick Pikker nog op een 7e plaats. Ik denk, wanneer zal die man gaan toeslaan? Wanneer zal die uit zijn schulp kruipen? Wanneer komt hij erachter vandaan? Want dat moet toch de bedoeling zijn, lijkt me zo. Het is ook altijd weer een afwachtende houding die ze aannemen. Kijken, loeren, zoeken naar de plek. Hij gaat eruit. Wie gaat daaruit? Polman. Kom. Oh.
Twee keer, oh kijk eens, Polman heeft een meatball gekregen. Een meatball betekent dus een technisch mankement. Nummer 14 krijgt nu een 3 seconden van de wedstrijdleiding. Roderick Pikker krijgt 3 seconden. 3 seconden waarvoor? Ik ga eens even kijken waarvoor dat is. Nummer 1. Nummer 1, dat is Polman. Die krijgt een technische vlag. Polman krijgt een technische vlag. En hij heeft een loszittende kettingbeschermer. Hij moest eruit. Ja, en dan is het over en uit. En dan is het Rick Koen met Dani van Dijk. Daardoor komt ook Doorn op een derde plek. De man schuift dan op. En Jord Koonen op 4-5 is het Roderick Pikker. Toch reed hij op 7 dan net. Maar nu Dani eruit rijdt. Sam van Til op 6 en Pikker dan op een vijfde plaats. Jord Koonen. Daar is hij. Daar is Koen. Dan hebben we de achterblijver is Dani van Dijk. Dan is het niet. Het is niet Koen Doorn, maar het is Jord Koonen die de plek inneemt. Koen Doorn toch op 4 met Roderick Pikker achter hem, met Sam van Til, Dijkstra, Dani van Dijk. En ja, dat is toch werkelijk niet te geloven dat hij nu juist de man, het is Justin Polman, naar binnen gehaald wordt omdat er een kettingbeschermer bij hem los zou zitten. Dan zou je verwachten dat hij nog terug zou komen. Dat zou je verwachten. Dat zou ook nog kunnen in principe volgens mij, toch? Of niet? Nou, ik weet niet of dat reglementair, volgens mij als je hem refereert, dat je dan nog eventueel terug zou kunnen. Maar dat laat ik even in het midden. We hebben Rick Koen met de snelste tijd, Dani van Dijk. Dan Jord Koonen met Koen Doorn en Roderick Pikker met Sam van Til. Dan Dijkstra, Steen. En ja, ook achterin wordt natuurlijk ook, kijk, er is het met start nummer 33 komen ze aan. Tristan van Vliet met Ben Blokzeil met elkaar in conclaaf. Al zitten ze dan achteraan, maar ze vechten net zo hard zoals ze dat voorin in de rij doen. Rick Koen voor Exclusief Cars en KK Motorsport. Dani van Dijk voor Redeker Kartteam uitkomend. Ook Koonen. Voor Redeker uitkomend. Toch wel heel prijzenswaardig. Kijk, het is nou zo. Kijk, daar is hij. Het is Pikker die inmiddels de plaats van Koen Doorn ingenomen heeft. En dan mee, hè. Dan mee naar voren met Pikker. Want die is op zoek naar Jord Koonen. En dat kan nooit zo heel lang duren. Dat is bijna onmogelijk, want hij is al gekomen vanaf een zevende plek. Inmiddels al 3 plaatsen opgeschoven. Hij rijdt nu op 4, dan Jord Koonen op 3. Dani van Dijk op 2 en 1 is het Rick Koen met de snelste tijd ook. 53-4-5-9. We hebben inmiddels 8,5 minuut gehad. Justin Polman, hij zit er niet meer bij. Hij staat dik vet te balen. Dan zien we, dan is Pikker aangekomen bij Jord Koonen. Pikker is aangekomen bij Jord Koonen. Dan kan dat nooit zo lang duren. Tenzij Koonen zegt van ja, maar daar ga ik een stokje voor steken. Ik ga hem zwaar verdedigen. Nou, dat doet hij natuurlijk ook, dat begrijp ik ook wel. De man Roderick Pikker voor GP Racing BV. Dan hebben we Redeker, het kartteam van Jord Koonen en Van Dijk. En ook op 1 is het KK Motorsport en Koen, exclusief Rick Koen, hier op een eerste plek. Justin Polman, hij is er helaas niet bij. Hij staat ernaast, hij kijkt ernaar. Wat shit, dik, vet balen voor die man. Oh, niet te geloven.
Daar is Rick Koen. Rick Koen, en het is, ja, kan niet anders zeggen dat ook Van Toren heel goed gedaan is. Ook zelfs nog even nog aan Pikker voorbij te gaan. Op een vierde plaats wordt natuurlijk toch wel wat kennis bijgebracht. Ook heb ik dan laten verluiden dat Koen dan ook les krijgt van Vin Kooijman. Vin Kooijman ook een benadigd 125cc rijder. Ook meervoudig Nederlands kampioen bij de kadetten. Maar ook binnen de Rotax Maxen. Ook toen die kwam uit de stal van Patrick de Vries. Later CRG gaan rijden. En daar krijgt hij dan een beetje sparring les van. Roderick Pikker op 5. 6 Dijkstra. Dan Van Til op 7. 8 Steen. 9 Ruiten. Dan Fixen op 10. Waar komt Fixen vandaan? Ja, ja. Fixen komt vanaf 20, hè. Fixen is al 10 plaatsen opgeschoven. 10 plaatsen heeft hij al achter zich gelaten. Roderick Pikker is teruggevallen naar een 14e plaats. Een 14e plaats. Dan heeft zich wat afgespeeld achter in het bos. Ja, wat? Ik zou het niet weten. De snelste tijd is nog steeds in handen van Rick Koen. 53-459. 53-459. Pierre Redeker gaat zich ermee bemoeien. Redeker gaat zich ermee bemoeien. Nou, dat wil wat zeggen. En ik zie toch wel een aanval van Doren eigenlijk in het vizier. Ik zie wel een aanval erin zitten, want ik zie je zo'n beetje aan de stijlen en de rijen en wat hij aan het doen is. Maar Dijkstra op 5-6 van Til. En dan, ja, Sam van Til, toch is hij niet aan het plooien. Hij is vandaag echt aan het racen. Dat had hij ook beloofd aan het begin van het evenement hier op, bij het Nederlands kampioenschap van de Chrono. Gesponsord onder andere door het HPG Hotel uit Aken van meneer Karasani. En daar is hij. Hij rijdt op 3. Koen Doren op een derde plek inmiddels. En ik zag het al aan de beweging van Pierre Redeker dat hij niet begreep hoe dat nou komt. Maar het is Koen Doren inmiddels naar een derde plek. Derde plaats. Dan Dani van Dijk. Dan Rick Koen. Dan Jord Kone op 4-5. Thomas Dijkstra met Sam van Til. Dan zien we Dani van Ruiten met Marijn Steen. Dan Lucas Schoenmakers met Jeffrey Fixen, Dion Frank, Chris Hane en Senna Rodijk, Donny Hoed. Dan Roderick Pikker op een 15e plek. Hij komt Roderick vanaf 7 en dan op 15. Nou, ik zei het al, die heeft straks daarnet in een klein maleetje gezeten. En we vinden dan daarachter Steenbergen met Robert Haan, Bira van Haver en Senna Kortman op 19. Bert Otters op 20, Jarno Suters 21, Laponder, Steenberdink, Franke. Tweemaal Max Steenberdink en Mirko de Jonge op 26. Kosterman op 27. Blokzeil en 29. Tristan van Vliet. We gaan verder en heel even een kleine onderbreking. Ook dat hoort er soms wel eens even bij. Maar we zien dan inmiddels is het Rick Koen met Van Dijk
en Konen en Sam van Tilden op 4, Dijkstra 5, dan zakt Koen Doorn weg naar 6. Ja, nou ja, goed, ik zeg maar zo rij je 3 en zo rij je 6. Kan zeker niet de bedoeling zijn, dan ook daar zal dan wel wat mee aan de knikker zijn, maar we zitten in de finishfase, die is er dan nu ook. Daar is die Rick Koen op 1, 2, Dani van Dijk en we zien dan het hele sliertje erachteraan komen. We zien dan, waar is die? Ja, het is Dani van Dijk. Is het dan Jort Konen? Ja, het is Jort Konen. Van Til, Dijkstra, Van Ruiten, dan Koen Doorn op 7. Dan Lucas Schoenmaker op 8, 9, Frank Tienhanen. Dan Roodijk op 11, Fikse, Steenhoed, Pikker op 15, 16. De Haan met Haver, Steenbergen, Kortman, Laponder, Otters, Stemerdink, Mike Franke, Jarno Suters op 24. Dan Stemerdink, wederom, Esme Kosterman. Dan de jonge Stemerdink, Blokzeil, Tristan van Vliet.